Zaterdag 29 juni vond de tweede editie plaats van de Rabo Fietsdag, georganiseerd door de Rabobank West-Betuwe. Tijdens deze gezellige en sportieve fietstocht konden verenigingen of stichtingen een financiële sponsorbijdrage bij elkaar fietsen. Er waren verschillende stadplaatsen, waaronder Tiel, Liende, Opheusden en Culemborg. In Culemborg werd het stadsein gegeven door wethouder Geertsen en de directievoorzitter van de bank, Henk Vermeulen. Ik hoop dat jullie heel veel plezier onderweg hebben, dat jullie droog houden en dat jullie behouden terugkomen. Deze meneer schiet jullie weg. Heel veel plezier. Succes! Ik ben hier nu anderhalf jaar werkzaam en dit is een van de mooie zaken die de Rabobank organiseert. Waar het om gaat is saamhorigheid, cliënten met elkaar op de fiets, je praat met elkaar, je herkent elkaar, je leert elkaar nog beter kennen. En wat ook het hele mooie is, we steunen de verenigingen hier. De verenigingen worden financieel gesteund door de leden die voor de vereniging gaan fietsen. En dat is samen zijn, samen binden, samenwerken. Fantastisch hier in de Betuwe. Elke deelnemer krijgt een klein bedragje en zo kun je je eigen verenigingskas spekken. Hartstikke goed. En met z'n allen lekker bewegen, op de fiets zitten, samen bewegen, samen een gesprekje aangaan, een leuke dag hebben. Zou het navolging moeten krijgen, zo'n Rabo Fietsdag? En dat bedoel ik niet alleen van de Rabobank zelf uit, maar ook van andere instituten? Ja, ik denk het wel. Mensen hebben hier behoefte aan. Het zijn slechte tijden. Je merkt gewoon mensen erg uit hun doen zijn door al die bezuinigingen. En dit brengt een beetje plezier terug. Ik denk dat dat erg goed zou zijn. De editie van 2013 trok ruim 3000 deelnemers. Voor elke deelnemer die de fietsroute uitfietste, stortte Rabobank West-Betuwe 10 euro op de verenigingsrekening. Bent u compleet? Nou, zo goed als. Nog niet helemaal. De hele vereniging Pieter Haafjes gaat fietsen vandaag. Nee, hartstikke leuk. We zijn er al veel. Hoeveel kilometer heb je al gefietst? Ik heb geen idee. Geen idee? Nee, ik weet het niet. We hebben nou de eerste tussenstop. Ja, want je komt van? Wij zijn opgestapt de Geldermalsen. Wij zijn met een Corso Club aan het fietsen. We hebben al die hekbouwen. Oh, sorry. Ja, zet hem hier. Laat hem maar hangen. We nemen hem gewoon zo mee in het busje. Ja, dan? Jullie krijgen een nieuwe. Wow. Bellen we straks weer als hij klaar is. Nou, waar fietst u voor? Voor de volleybalvereniging Haaf de Kwiek. Aha, en hoeveel kilometer heeft u nu al gefietst? Nou, volgens mij wel 20. Nee, veel meer toch? Meer? We zijn op de been geweest. Nou, we zijn over de helft. Hoop ik. Er waren 3 fietsroutes door het werkgebied van Rabobank West-Betuwe, die uiteindelijk samenkwamen bij Beldert Beach bij Tiel. Op het strand van Beldert Beach liepen we Peter Swinkels, directeur bedrijven van de Rabobank West-Betuwe, tegen het lijf. We vroegen aan hem naar zijn ervaringen. Ja, samenhorigheid. De verenigingen en stichtingen noem ik wel eens het cement van de maatschappij, van de samenleving. Daar geven wij graag geld aan als bank, maar ze moeten er wel wat voor doen. Dat is namelijk fietsen. Elke vereniging kan zijn clubklas spekken vandaag. Dit is de tweede keer in successie. Dit krijgt natuurlijk nog een verder vervolg. Ja, ik wil niet al te veel op de zaken vooruitlopen. We moeten natuurlijk altijd goed evalueren. En er zit ook een maximum qua grootte aan een evenement als dit. Maar als ik vandaag weer kijk, dan durf ik op persoonlijke titel wel te zeggen dat dit weer doorgang zal gaan vinden volgend jaar. Aan Joyce Makram vroegen we hoe de organisatie dit jaar is verlopen. Het is gewoon een hele gezellige sfeer hier. Mensen drinken wat, nemen deel aan de activiteiten. Dus al met al mogen we zeker niet klagen. Het is een gezellige sfeer hier. Vorig jaar was de eerste editie, dit jaar automatisch de tweede. Alhoewel, was dat automatisch? Ja, we hebben vorig jaar de fietsdag geëvalueerd en we hebben heel veel leuke reacties gekregen. Zeker vanuit de verenigingen en stichtingen dat het gewoon een heel erg leuk initiatief is om op die manier je clubkast te spekken. Op het moment dat we de inschrijvingen gingen openen, de echte inschrijvingen stroomden binnen. Dus er was gewoon heel veel interesse ook weer van vorig jaar. We hebben wel organisatorisch gekeken of we de fietsdag konden verbeteren ten opzichte van vorig jaar. En zodoende zijn we dit jaar ook op deze locatie op Beldert Beach uitgekomen. Omdat deze heel erg centraal ligt in het werkgebied van onze bank. Dus alle fietsroutes gewoon goed eigenlijk te fietsen zijn binnen maximaal 35 kilometer. En het is ook gewoon een prachtige locatie om zo'n evenement te organiseren. Terug naar de cijfers. Hoeveel mensen doen er mee? Er doen in totaal ruim 150 verenigingen en stichtingen mee. De echte telling zal dadelijk aan het eind van de dag pas blijken op basis van het aantal ingeleverde stempelkaarten. Maar we verwachten toch zeker weer 3000 deelnemers.
Ja, verder, elke vereniging, stichting krijgt 10 euro voor elk meefietsend persoon. Dus ja, in ieder geval ruim 30.000 euro kunnen we op deze manier aan de samenleving teruggeven. Dus dat is heel erg leuk bijkomstigheid voor de verenigingen en stichtingen. En je ziet het ook aan de verenigingen en stichtingen dat ze hun fiets helemaal versieren met ook leuke opmerkingen erbij van super, we zijn als club hier heel erg blij mee, leuk dat jullie dit doen. Kortom, een goed initiatief. Wij zijn zeker erg blij mee en vinden het leuk om zoveel lachende gezichten hier op de Belded Beach te zien. En zeker ook als je nu door de Betuwe rijdt met de auto, je ziet zoveel oranje shirtjes voorbij fietsen. Ja, het is gewoon een prachtig gezicht en het belangrijkste is dat we gewoon de verenigingen en stichtingen op deze manier kunnen helpen. En zo kan er teruggekeken worden op een mooie tweede editie van de Rabofietsdag. Rabobank West Betuwe dankt alle betrokkenen die hebben bijgedragen aan het slagen van deze dag.